Goedenavond. Lang bleef het er relatief rustig. Maar het Russische offensief lijkt zich nu ook uit te breiden naar het westen van Oekraïne. Een militaire basis in Yavoriv, een stad ten westen van Lviv, werd vanochtend getroffen door Russische raketten. De basis ligt vlak bij de grens met Polen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn er bij de aanval 35 mensen gedood. Ook zouden er tientallen gewonden zijn. Deze beelden zijn gemaakt na de raketinslag. De militaire basis van Yavoriv ligt volledig in puin. Deze basis is voor Oekraïne van groot belang. De basis lag vol met wapens die deels vanuit het westen werden geleverd. Ook worden in Yavoriv buitenlandse vrijwilligers getraind die mee willen vechten tegen de Russen. Maar nog voordat hun strijd echt is begonnen, worden deze soldaten al afgevoerd naar het ziekenhuis. De militaire basis ligt dus vlak bij Polen. Als daar raketten terechtkomen, kan de situatie escaleren. Oekraïne waarschuwt Europa nu. Raketten beginnen te padden, al voor 10 kilometer, door de grens met Europa. En morgen kunnen ze padden, al voor 10 kilometer, van de grens, naar de Poolse territorie, waar onze gezinnen zijn, waar onze kinderen zijn. Dit is het moment. Ik wil kriechten naar heel Europa. Рятуйте себе. Рятуйте нас. Бо завтра буде пізно. Wat de Russen vanmorgen vroeg bombardeerden, dat is een bewust risico wat ze hebben genomen. Een militaire basis op steenworp afstand van de Poolse grens. En dan ook nog eens een plek waar tot zeer recentelijk NAVO-instructeurs aan het werk waren. De boodschap is duidelijk. Wat Rusland betreft mag het Westen zich niet met deze oorlog bemoeien. Maar juist met een aanval als deze komt die oorlog steeds dichter bij het Westen.